huisarts gaat mensen met financiële problemen helpen. NIC presenteert zijn nieuwe technisch directeur. En de kinderlintjes zijn weer uitgereikt. We leven momenteel in dure tijden. De inflatie is hoog en veel prijzen stijgen de pan uit, waardoor ook veel mensen in financiële problemen raken. Uit recent onderzoek van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, blijkt dat de helft van de mensen met financiële problemen geen hulp zoekt. Daar wil een huisarts uit Nijmegen nu verandering in brengen. Iris Venderbos en haar collega zien dat er steeds meer mensen zijn met financiële problemen. En daar willen ze iets aan doen. Ze hebben daarom een overzicht gemaakt van financiële hulp die mogelijk is in Nijmegen. Ja, ik werk dus nu als huisarts in Nijmegen-Dukenburg. Dat is een hele dynamische wijk. Maar het is ook een wijk waarbij we mensen zien die toch wat meer uitdagingen hebben in het leven. En vaak ook wat meer financiële problemen. Ik denk meer dan ik in eerdere andere praktijken gezien heb. Dus we zien mensen die komen met het probleem van ik kan de rekening niet betalen. Maar ook verpakt in andere klachten. En dat je dan met ze gaat praten en daar dieper op ingaat. Dat je er dan achter komt dat er toch ook wel veel financiële zorgen zijn. En kun je een voorbeeld geven van dat soort klachten? Ja, dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Want geldzorgen kan zich op, ja, daar kan je heel veel klachten van krijgen. Wat we zien zijn mensen die in eerste instantie komen met bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, echt spierspanningsklachten. Omdat ze echt gewoon van al die zorgen echt een olifant op hun schouders dragen. Als je daar dan over gaat praten van, goh, speelt er meer? Hè? Zou er iets meer aan de hand kunnen zijn? Dan komt het dan ineens op tafel van, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik de rekening deze maand moet betalen. En zie jij ook een toename van dat soort klachten de afgelopen maanden? We zien een lichte toename, maar waar onze zorg zit, is dat we eigenlijk een grotere toename zouden moeten zien dan we zien. En we denken dat komt omdat heel veel mensen geen hulp zoeken. Dat er toch veel schaamte om het onderwerp zit. En NIBUD heeft ook recent nieuwe cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de mensen die financiële problemen heeft, geen hulp zoekt. Ik hoop met deze lijst te bereiken dat veel meer zorgverleners in Nijmegen, niet alleen huisartsen, maar ook psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, op de hoogte zijn van de goede dingen die er te bieden, ja, die er zijn voor de mensen in de wijk, zeg maar, de initiatieven die er zijn voor mensen die financiële problemen hebben. En ik hoop eigenlijk dat er heel veel mensen dit zien en dat ze denken, ik ga hulp zoeken en die hulp is er en dat we ze kunnen helpen bij de financiële problemen die op dit moment spelen. Nou, mocht er iemand kijken die zelf financiële problemen heeft, ik kan me voorstellen dat het schaamtevol voelt, maar er hoeft geen schaamte te zijn hierbij. Trek aan de bel, ga naar je huisarts toe en vertel, ik heb moeite om rond te komen en je huisarts kan je verder helpen. Ja, de naam was al even bekend, maar vandaag was dan de officiële presentatie van de nieuwe technische directeur van NIC. Carlos Albers is de nieuwe opvolger van Ted van Leeuwen. Albers was al eerder technisch directeur bij NIC en komt dus weer terug op zijn oude nest. Als eerste gefeliciteerd en welkom terug. Dankjewel. Ik ben al een paar keer benaderd om terug te komen. Waarom nu wel? Waarom nu wel is... Ja, je kunt ook zeggen waarom toen niet. Hè? Dus dat is ook één. Ik heb de afgelopen 4,5 jaar bij AZ gewerkt. En dat is voor mij een voorbeeldclub in een omgeving waar ik het geweldig naar mijn zin had en heb gehad. Dus dat is een reden om het toen niet te doen. En de andere reden is de organisatiestructuur binnen NEC is in de tussentijd veranderd. Tussen de eerste keer en de derde keer dat ik gevraagd ben. Je zegt de organisatie zit anders in elkaar. Wat is het grote verschil dan met een aantal jaar geleden dan voor je? Nou, de organisatiestructuur en de governance zeg maar, binnen deze club is zeg maar, heel erg veranderd. En ik heb bij een club als AZ ook gezien dat dat gewoon heel erg belangrijk is binnen een organisatie. Ja, maar de passie die Marcel Boekhoorn heeft voor NEC en dan misschien ook nog wel eens de portemonnee die hij heeft. Kan me voorstellen dat dat best aantrekkelijk is om dan hier te starten als TD. Ja, dat het is belangrijker, is, denk ik, is dat je. Ja, waar staat de organisatie en hoe, zeg maar, welk idee en welke visie je hebt? Hè? Want het is niet altijd de portemonnee die uiteindelijk het succes bepaalt. Dat heb ik de afgelopen 4,5 jaar ook ervaren in Alkmaar. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Bijzondere prestaties van kinderen worden beloond.
In Nijmegen zijn woensdag de kinderlintjes weer uitgereikt. Wie deze wonnen en waarom, dat hoor je zo. Waarnemend burgemeester Marijke van Beek heeft dinsdag officieel afscheid genomen van de gemeente Wijchen. Dat deed ze tijdens een afscheidsreceptie in het kasteel. Vanaf vrijdag zal Renske Helmer Englebert Marijke van Beek opvolgen. Ik ga zeker Wijchen missen. Wijchen is natuurlijk een fantastische gemeente. Niet alleen als bestuurder, want nou ja, het ligt er goed bij. Financieel staan we er goed voor. Het is een prachtige, dynamische gemeente. En daar zijn allemaal positieve dingen over te zeggen. Maar ik zal ook zeker de mensen missen. Want ik heb maar kort de gelegenheid gehad om mensen te leren kennen. Maar de organisaties en de mensen die ik heb leren kennen, ja, die neem ik wel mee in mijn hart. Volgende week woensdag zenden wij een programma uit waarbij we in gesprek gaan met Van Beek en Helmer Englebert. Deze speciale uitzending zal te zien zijn na het RN7 Regio Nieuws. Burgemeester Bruls heeft vandaag 4 lintjes uitgereikt aan kinderen die zich de afgelopen tijd hard hebben ingezet voor de medemens. Deze 4 kinderen werden door een onafhankelijke jury gekozen en namen vandaag hun lintjes in ontvangst. Ja, het zijn weer hele bijzondere prestaties. Hè. Je moet je voorstellen, jonge kinderen, 8, 9, 10, 11 jaar. Die zijn spelen, die gaan naar school, maar dan gaan ze toch een collecte houden. Of een Oekraïns kind wat als vluchteling hier is gekomen, daar gaan ze mee spelen. Dat hoef je ook niet te doen, hè? En dat doen ze wel. En ik vind het wel heel erg bijzonder. Zo helpt de 12-jarige Heli Teunissen met de activiteitenbegeleiding in een verpleeghuis. Voor sommige ouderen is Heli het lichtpuntje in de eenzaamheid. De 12-jarige Bien van Dungen gaat geregeld langs de deuren om geld in te zamelen voor onder meer de dierenbescherming, Jantje Beton en de kinderpostzegels. De 7-jarige Iker van Meel haalt regelmatig lege flessen op om de opbrengst hiervan te doneren aan de voedselbank. Ook zet hij zich in voor de oorlog in Oekraïne nadat vluchteling Kira en haar moeder naast Iker kwamen te wonen. Hij nodigde hen uit om te komen eten en probeerde Kira te betrekken bij hun dagelijkse activiteiten, ondanks dat ze niet dezelfde taal spreken. En de 11-jarige Sil van de Kerkhof liet de afgelopen 3 jaar zijn haar groeien om te doneren aan Stichting Haarwens. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die hun haar door kanker verliezen een pruik op kunnen zetten. Sil werd af en toe gepest vanwege zijn lange haar. Toch heeft hij doorgezet en uiteindelijk 35 centimeter haar gedoneerd. En heeft u misschien nog tips voor andere kinderen hoe ze zich kunnen inzetten voor de medemens? Weet je, ik vind dat fantastisch als je 8 of 9 jaar bent. Ik bedoel, ik kijk ook terug hoe ik zelf was. Dat je gewoon uit jezelf iets gaat doen. Aan een collecte gaat meedoen. Of in de buurt allerlei troep gaat ophelpen. Of iemand gaat helpen in het verpleeghuis. Of met kinderen die hebben moeten vluchten, hier gaat helpen. Ik zou zeggen, doe het vooral uit jezelf. Je moet niet verplicht dingen gaan doen waar je niks mee hebt. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk kind in principe een ander graag wil helpen. Je wilt toch ook met een ander spelen? Je wilt geen ruzie met een ander? Nou, daar begint het al mee. Het was vandaag Nationale Boomfeestdag. Normaal valt dit in maart, maar dit jaar viel dat samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom heeft men ervoor gekozen om het vandaag alsnog te vieren. Op basisschool Klein Heijendaal mochten leerlingen daarom zelf een boom planten. Maar wat houdt zo'n boomfeestdag nou eigenlijk in? De Boomfeestdag houdt in dat we samen met kinderen uit Nijmegen bomen en struiken planten. De Boomfeestdag is belangrijk omdat we laten zien wat het belang van natuur in de stad is. En dat doen we graag samen met kinderen omdat zij de generatie zijn die deze bomen echt groot gaat zien worden. Ik vind het heel mooi dat Klein Heijendaal met groep 7 vandaag hier in de wijk om ons heen bomen heeft geplant. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat jongeren en kinderen snappen wat de natuur is, wat dat allemaal doet, hoe belangrijk het is. En als ze er meer van weten, kunnen ze er ook goed voor zorgen. We vinden het goed voor onze toekomst. En we planten veel bomen en daarmee weten we ook beter wat de natuur is en zo. Dat ze nu meer zuurstof hebben door de bomen. Ja, toch bomen hebben geplant.
ja, ik wist nooit hoe ik bomen moest planten. En ik wist ook niet hoeveel bomen er allemaal waren en wat voor soort. En daar weet ik nu wel meer over. Nu weet ik ook meer over dat bomen zuurstof geven en zo. Dus dat is best interessant. Leuk. Goed ja, leuk. Voor het milieu. Ja. En tot er meer bomen komen. Ja, ik vind het heel belangrijk dat er veel aandacht is voor de natuur op deze dag. En zelf heb ik bijvoorbeeld in mijn eigen tuin ook bomen geplant. Omdat die zorgen voor meer zuurstof, meer schaduw in mijn eigen tuin. En dat willen we ook graag door de hele stad. Nou ja, er wordt ook steeds meer buitenles gegeven. Bewegend leren naar buiten, ook met rekenen en taal. Dus dat doen we al steeds meer. De jeugd, dat is de toekomst. Dus vroeg geleerd is oud gedaan. Dus we kunnen niet vroeg genoeg ermee beginnen. Ik heb vanochtend samen met kinderen een hele grote boom aangeplant en ook een heleboel struiken daarna. Dus we zijn lekker met de schop in de grond bezig geweest. Hoe vonden jullie deze ochtend? Leuk! Ja, leuk! Hebben jullie dit liever dan de schoolboeken? Ja! Dus jullie willen vaker de natuur in? Het was vandaag weer heerlijk toeven in het zonnetje. Ook hier achter mij in de bossen pakt dat mooi uit, met allerlei Jacobsladders door de bladeren heen. En wat dat betreft hebben wij nog best geluk gehad rondom de buien die over ons land trokken. Morgen belooft het helaas een vrij natte dag te worden. In de ochtend trekt er een regengebied over het land. En als dat eenmaal weg is, kan de zon er af en toe wel doorheen komen. Maar we blijven last houden van de buien. Het wordt morgen zo'n 12 graden. Richting het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het ook een stuk frisser. Op zondag wordt het zelfs niet warmer dan een graad of 6. En in de nacht daalt de temperatuur naar het vriespunt. Heel misschien kunnen we zelfs al te maken krijgen met wat vlokken sneeuw. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update met het gehele interview met de nieuwe technisch directeur van NEC. Daarna krijg je ook meteen onze wekelijkse filmupdate. Graag tot morgen!